niet kennen. Ramon, tweede. En nu wat? En nu? Nu op naar de Schengen in Lyon. Ja, dat zei de Schengen, dat zei het zelf. Maar ja, goed, de verstandige tweede. Ja, waanzin. Daar is alleen maar voor kennen dromen in elkaar. Ja, tuurlijk. Kijk, daar hebben ze nu een serie neergezet. En ja, rondom ze toch de tegenstanders ook wegvallen. Ik zeg vandaag Sparta met 3-0 verleren. Ja, goed. Ja, ze zijn toch op een of andere manier heel erg stabiel. En ja, goed. Dat is op dit moment dus de kracht. En daarom kregen we weinig golen tegen. En scoren op de juiste momenten. Precies, ja. Als ik vandaag een wedstrijd, het is allemaal net. Wonderschoot allemaal en dergelijke. Maar ook deze wedstrijd, die moesten winnen, wilden ze meeblieven doen. En dat deed ze gewoon. Ja, goed, ik denk de eerste helft of er eigenlijk tot aan de goede kaart gewoon best goed speelde. En ja, mijn gevoel op het veld eigenlijk meer van ja, de 2-0 gaat vallen. Of ja, de 1-1 had ik geen rekening mee gehouden. Maar goed, dan valt Jury weg en dan is het natuurlijk een beetje een andere wedstrijd. Ja, er moest heel veel kracht eigenlijk erin leggen tussen 10 tegen 11 spels. Ja, goed, het heeft in principe goed gedaan, want ik ben geen kans weggegeven tegen. Ja, goed, en dan kreeg je die een goede kaart. En dan maak ze eigenlijk meteen 5 minuten en een half, volgens mij al 2-0. Ja, goed. Toen wordt de wedstrijd wel een gespeeld, denk ik. Wordt de wedstrijd vandaag gespeeld? Ja, dat begint er zelf over de rode kaarten. De heer Otto, hij heeft toch wel aan de stempel gedrukt op deze wedstrijd. Hè? Ik geloof tegen geel kaarten, 3 rode kaarten, lege suppertie voor iemand die het niet gezien heeft. Maar totaal geen aanleiding toe, hè? Nee, dat vond ik hoor niet. Maar ja, goed, kijk, als ze misschien echt deel naar de. Naar de kaarten kijk ze denk ik dat Jury het niet slim deed bij de tweede. Maar goed, de kind zorgt van de andere kant zeggen ze gewoon allebei in. Ja, of ze is allebei goed gaan of allebei in. Ja, goed, en dan krijgt Jury in en de andere niet. Dat zijn beslissingen, de kind zegt wel met mij, goed, dat gebeurt. En dan ja, denk ik dat ze wel volledig goed terecht die goede kaarten kregen. Alleen ja, de gele kaarten heb ik me één niet zeg maar bezig gehouden. Maar ja, het leek inderdaad erop dat het vaker een beetje een rare beslissing was. Ja, we stonden te winnen. De vraag is natuurlijk, wij gaan stoppen. Toch niet die Schengen op 14 december, hè? Het zou een deceptie zijn als dat zo zijn. Dat, nee, dat gaan we niet vermoeden. Nee. Ja, goed, kijk, het is nu echt gewoon genieten even. En ja, we moeten het gewoon proberen vast te houden. En dan zien we wel boet Schipstrand. En als we dit gewoon vol kunnen houden, dan denk ik dat we voor elke tegenstander gewoon een moeilijke ploeg zien tegen de spelen, dus dat is het belangrijkste. Heb je gelijk, ik zou zeggen, man, geniet ervan van dit weekend. Geniet van de 3 punten, geniet van Teletext, 830, want er stond 2e. Hmm. En ja, volgende week de Bos weer 3 punten, hè. Ja, ik laat hem in ieder geval de Teletext de hele week opstonden, in ieder geval, ja. Goed zo. Al metgenomen. Ramon, fijn weekend, jongen, en we zijn ons. Hoi.